Hallo, ik ben Frederik Vermeijren van Visio. Ik ga je in deze video heel veel kennis gaan bijbrengen over SEO. Wil je nog meer weten over SEO? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wanneer ik een volgende video ga uploaden, ga je er meteen een notificatie gaan over krijgen. Maar we starten alvast met deze video. Dus we zitten altijd met een 11-jarige. Wat mag die doen? Ja, die mag een keuze maken uit twee pretparken om naartoe te gaan. Wat gaat die doen? Je mag kiezen tussen Efteling en Bellewaerde. Ja, maakt niet uit. Ouders betalen een ticketprijs wel. Dus hij begint. Hij wil weten natuurlijk. Ja, hij gaat niet intikken Bellewaerde tickets, want zijn vader of moeder betalen. Dus wat wil hij doen? Hij wil de attracties zien. Attracties. Oké, we gaan even naar Bellewaerde. 1, 2, 3, 4. En de 4D cinema is dicht, want daar hebben we geen plaatje van. Oké, goed. Dan is naar de andere gaan kijken. Efteling. Wow, daar zitten wel heel veel attracties in. Wat doet die 11-jarige? Ja, man. Ja, dat. Dus je moet geen 3 keer vragen aan hem waar hij naartoe wil. Omdat de zichtbaarheid van Efteling natuurlijk veel groter is. De mensen die Bellewaerde kennen. Ja, die gaan zeggen, ja, maar die hebben toch wel veel meer dan 4 attracties. Ja, dat klopt. Maar wat is er hier gebeurd? Ja, iets technisch. En het lijkt banaal, maar het heeft wel een impact op de zichtbaarheid natuurlijk. Wat is er gebeurd? Akkoord en sluit, ja. Wat is er gebeurd? Google heeft alleen maar een aantal, die heeft hij zelf niet gezien, een aantal attracties opgelijst. Maar hij is in de war geraakt, halverwege. Door dit hier. Hij heeft opeens gezien van, oké, de query is attracties, maar deze bepaalde website toont geen attracties. Aan de hand van de H1 gaat hij dat determineren, URL. Maar halverwege staat er ja, iets dat mij in de bar brengt. Google denkt heel veel verbanden, attracties, shows. Hij denkt van, ja, maar die attracties, ja, show. Oké, maar ja, oei, moeilijk. Ja, lastig. Weet je wat? Ik ga dat gewoon links laten liggen en ik ga met de volgende 14 miljard pagina's dat hij die dag nog moet crawlen ook aan de slag. Heel jammer, want hier staan natuurlijk heel veel fantastische attracties die allemaal niet getoond worden in die bepaalde attracties carousel. Super jammer, maar ja, dat is de reden dat we toch technisch ook naar websites moeten beginnen kijken. En niet onderschatten, want als die grondlaag er niet ligt, mogen wij de meest fantastische fascinating, incredible attracties hebben, en als ze gewoon niet zien. Super tof dat je deze video hebt bekeken. Wil je nog meer weten over SEO? Bekijk dan zeker onze video's op dit YouTube-kanaal of schrijf je in voor de SEO Academy. De link vind je hieronder. Dag!